Hoe vindt hier onze directeur? Ben hier, die est toupé. Azema, écoute une fois farceur, tu dois parler français. Hij mag zeker niet bezien, of hij verstaat me niet misschien. Want spreek ik Vlaams, dat zit in bloed. Ik ben Brusselaar, of hoorde niet goed. Brussel! De ratten zwoemen door het land, de mensen gingen lupen. Ze zijn in Brussel ongeland, wie Brussel op de kuipen. Want ze hebben macht en ze hebben geld, ze kunnen alles krijgen. Als kleine man die hem niet telt, in Brussel mooie zwijgen. Want spreek dat doel dan net de kans van die kan bras te krijgen. En broebelde niet geen Frans, in Brussel mooie zwijgen. Op 22 oktober 1961 trekken 100.000 Vlaamse betogers door Brussel voor de eerste mars op Brussel. Hun eisen klinken 30 jaar later wel erg bescheiden. Tweetaligheid in Brussel, Vlaamse officieren voor Vlaamse soldaten, gebruik van het Nederlands in het bedrijfsleven. 100.000 Vlamingen eisen dat de taalwetten worden toegepast. Sommige wetten bestaan al tientallen jaren, maar werden al die tijd door de Franstaligen genegeerd. Er zijn ook Franstalige tegenbetogers met bordjes als keer terug naar uw dorp of Vlamingen buiten. De eerste jaren van de Golden Sixties vormen een belangrijke scharnier in deze hele geschiedenis. De 19 Brusselse gemeenten met hun 1.070.000 inwoners barsten uit hun voegen. De agglomeratie wordt alsmaar groter, rijker en belangrijker. Meer en meer instellingen van de Europese gemeenschap vestigen zich in Brussel. En de NAVO komt naar Everen. De grondwerken begonnen eerst op 31 maart laatstleden. De gebouwen die ons omringen werden opgetrokken zoals voorzien in minder dan 6 maanden en een half. De administraties van de staten van de parastatalen deinen verder uit. De agglomeratie telt 11% van de inwoners van ons land, maar heeft 25% van de werkgelegenheid binnen haar grenzen. Pendelarbeid is belangrijk. 150.000 Vlamingen en 40.000 Walen stromen dagelijks via de Brusselse stations de hoofdstad in. De Vlamingen werken vooral in de lagere niveaus. De vaste benoeming is vaak het hoogste doel in hun beroepsleven. De echt belangrijke jobs, zowel in de privé als in de openbare sector, zijn meestal in de handen van Franstaligen. Maar je mag niet vergeten dat voor de taalwet van 1963 iedereen, ik zeg wel iedereen, met wat voor een diploma je ook had, als je een examen aflegde, of het nu op de Franse taalrol was of de Vlaamse taalrol, en hij slaagde, wel, hij werd ingeschreven in de taalrol waarvoor hij dat examen had meegemaakt. En zo komt het vanzelfsprekend dat er heel wat Vlamingen, Franstalige Vlamingen, die dus in Vlaanderen woonden en die dus hun studies in het Frans hadden gedaan, dat ze dus eigenlijk een examen kwamen afleggen in het Vlaams, maar met een Franstalig diploma. En zo komt het eigenlijk ook tot een deel van de Fransen van Brussel, want het zijn die mensen die toen eigenlijk als zogezegde Vlamingen, maar in C, in het hart Franstaligen waren, die meegeholpen hebben om Brussel verder te befransen. Een Brusselaar verdient gemiddeld de helft meer dan een Vlaming of een Waal. De rijke Franstalige Brusselaars willen wel de voordelen van de stad, maar voor de nadelen bedanken ze, want de agglomeratie moet een zware prijs betalen voor al die welvaart. Sinds de wereldtentoonstelling van 1958 wordt Brussel meer en meer een autostad.
Prachtige Brusselse lanen verliezen hun bomen en worden echte snelwegen. Overal krijgen zogenaamde projectontwikkelaars, grond- en immobiliespeculanten is een juistere benaming, een gouden kans om verwaarloosde wijken te saneren, woonruimtes af te breken en smakeloze kantoorgebouwen op te trekken. Er bestaat geen overkoepelend urbaniseringsbeleid voor de hele agglomeratie, want de 19 gemeenten behouden hun onafhankelijkheid, zogenaamd omdat de bevolking dat wil. In werkelijkheid omdat de politieke verantwoordelijken profijt hebben bij 19 burgemeesters en 19 schepencolleges. Dat betekent namelijk duizenden politieke benoemingen. Vele gemeentebesturen proberen een akkoord af te sluiten voor een of ander megalomaan project dat een paar jaar later staat te verkrotten. Ik zag een avondman uit Zovers langs de stroot. Een zwettere dijgot, een lange witte boot. Hij een wandelstok, een zilveren keppie. Ik ken die Sannen om, knomen Leopold wie. Ik heb me afgevroegd als ik hem zo zag moe. Waar gaat de mijne en waar komt hem vandoor? En waar verwandelt om middernacht op stroot? Koning Leopold wie met Sanne witte boot. Wanneer de ochtend glouwt, dan gaat de eerste tram. En uit de stad lupt er een avondman. Hij een wandelstok, een zilveren keppie. Ik ken die Sannen om, knomen Leopold wie. De rijke Franstalige burgers, ambtenaren en handelaars zoeken een mooie en rustige slaapstee. Die vinden ze in Vlaams-Brabant. Al in de jaren 20 hadden sommige Franstaligen buitenverblijven in de Vlaamse dorpen. De gemeentebesturen, die nog vaak geleid werden door een of andere adellijke Franskillon, bogen diep. In Linkebeek en Sint-Genesius-Rode bestonden al Franstalige klassen. In 1947 verklaart zowat een derde van de inwoners van Kraaienem, Drogenbos, Linkebeek en Wemmel dat ze Franstalig zijn. Het gevolg is dat die gemeenten officieel tweetalig worden. En dat is altijd de eerste stap naar de aansluiting bij Brussel. Maar de grote doorbraak komt aan het einde van de jaren 50, begin jaren 60. Brusselse grondspeculanten kopen hectare landbouwgrond en verkavelen ze. Overal ontstaan nieuwe, schitterende villawijken en die liggen ver van de oude dorpskern. Deze eilanden worden bevolkt door welgestelde Franstalige burgers, hoge ambtenaren en kaderleden. Ze eisen resoluut dat die Vlaamse gemeenten deel van de alsmaar grotere Brusselse agglomeratie worden. De Vlamingen noemen dat verschijnsel de olievlek, een vlek die groter en groter wordt. De regering Lefebvre-Spaak jaagt na 30 jaar weer belangrijke taalwetten door het parlement. En nadat honderden Vlaamse burgemeesters weigeren om de telformulieren uit te delen, worden de talentellingen afgeschaft. Na een bewogen vergadering in Hertoginnedal komt op 5 juli 1963 ook een oplossing voor Brussel uit de bus. De agglomeratie blijft beperkt tot de 19 gemeenten, maar in 6 deels verfranste Vlaams-Brabantse gemeenten krijgen Franstalige faciliteiten. Krijgen is natuurlijk een eufemisme, want in Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraaienem, Wezenbeek en Sint-Genesius-Rode bestaan die al lang in de realiteit.
De Vlamingen weten dat de olievlek niet opdroogt. De faciliteiten op het gemeentehuis en in de lagere school zijn zogenaamde overgangsmaatregelen. Maar de Franstaligen integreren zich niet gemakkelijk. Waar ze gaan wonen, moet alles Franstalig worden. Qui parle parfaitement le français, mais qui ne veulent pas parler français aux gens qui sont d'expression française. À Tervuren, par exemple. Voilà. Mais Tervuren, ça, c'est une commune flamande. C'est ce que je dis. C'est une commune flamande, mais avec une très forte proportion d'habitants d'expression française. Et les employés d'État, pas les employés communaux, mais les employés d'État, qui sont d'expression flamande et qui parlent français, ne veulent pas utiliser le français. Ils ne veulent pas. C'est leur droit. C'est leur droit, mais c'est de la mauvaise volonté quand même. Na Hertoginnedal begint in en rond Brussel een hardere confrontatie. Een aantal Franstaligen richt een nieuwe partij op, het FDF, het Front Démocratique des Francophones. In 1965 halen zij 10% van de stemmen in het Brusselse. Ze beginnen een haatcampagne tegen de Vlamingen. Op verkiezingsaffiches verschijnt het Brussel-Vlaams Jamais, met gotische letters, want voor hen zijn alle Vlamingen landverraders. Het FDF heeft het getij mee. De meeste jongere Brusselaars zijn eentalig Frans. Ze vinden het erg dat ze Nederlands moeten kennen om een job te krijgen. Hun tweetalige grootouders verdwijnen. En hun soms nog tweetalige ouders scharen zich ook aan Franstalige zijde. Zij hebben voor de eentalig Franse opvoeding van hun spruiten gekozen. Parce qu'avec le flamand, on va nulle part. Pourquoi? Oui, je trouve qu'avec le flamand, on ne fait pas grand-chose. Non. On va n'importe où, c'est toujours le français, partout, partout. Et... In het Brussel van de jaren 60 lijkt alles succes te hebben wat tegen Vlaanderen en het Nederlands is gericht. Op het Flagetplein zetten een paar BRT-mensen van het programma Echo een tentje op. De Franstaligen mogen er een petitie ondertekenen tegen de oprichting van een Vlaamse wijk. Ah, voilà. C'est une lutte. Pour les Flamands, hein. Voilà, justement. Hein? Oui, je suis pour Flamand. Et vous signez? Certainement. Contre le projet. Contre le projet. Je n'aime pas les Flamands. De splitsing van de Leuvense Universiteit legt de fundamentele verschillen bloot tussen Vlamingen en Franstaligen en leidt uiteindelijk tot een grondwetsherziening. Met zijn structuur en zijn werkwijze, zoals die thans door de wetten nog geregeld zijn, is door de gebeurtenissen achterhaald. De gemeenschappen en de gebesten moeten hun plaats innemen in vernieuwde staatsstructuren die beter aangepast moeten zijn aan de eigen toestand van het land. De nieuwe grondwet erkent de lang geëiste culturele autonomie van Nederlandstaligen en Franstaligen. De Franstalige Brusselaars eisen iets in ruil. Al tientallen jaren willen ze dat de wet wordt afgeschaft die bepaalt dat Vlaamse kinderen naar Nederlandstalige scholen moeten en Franstaligen naar Franse scholen. In de praktijk trekken de meeste ouders zich daar niets van aan, maar toch blijft een schijn van illegaliteit bestaan. In 1970 krijgen de Franstaligen eindelijk la liberté du père de famille, de liberteit van de père de familie, zeggen de Vlamingen. Van nu af aan mogen Vlaamse kinderen met instemming van de wet verfranst worden. Verder wordt de agglomeratie naast Vlaanderen en Wallonië een derde gewest. De Brusselse Vlamingen krijgen een zogenaamde pariteit in een nieuw te verkiezen Brussels orgaan, de agglomeratieraad. Deze voorloper van het Brussel zelfbestuur is alleen bevoegd voor brandweer, allerlei kleine praktische zaken en huisvuilophaling. De Franstaligen gebruiken alle juridische middelen om de geest van de wet te omzeilen. Vlaamse kandidaten moeten alleen een Nederlandstalige identiteitskaart bezitten. Voor de rest mogen het verstokte Frans Guillon zijn, de zogenaamde FDF-Vlamingen. Bij de 28 verkozen Vlamingen zijn 17 echte Brusselse Vlamingen en 11 FDF-Vlamingen. Een meerderheidscoalitie van FDF en Franstalige liberalen geeft de echte Vlamingen geen bevoegdheden.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 haalt het FDF gemiddeld 30% van de Brusselse stemmen. De partij verovert het bestuur over de gemeenten Schaarbeek, Etterbeek en Oudergem. Elders maakt ze deel uit van coalities. De andere Franstalige partijen bloeden leeg. Ze hollen allemaal het FDF achterna. Heel wat FDF-gemeentebesturen beginnen na 1970 bewust Brusselse Vlamingen te provoceren. De Schaarbeekse burgemeester Nols is het middelpunt van die acties. Hij laat in zijn lokettenzaal een apart luik openen voor Vlamingen, hoewel de wet bepaalt dat elke burger aan om het even welk loket moet geholpen worden in zijn eigen taal. Dat Schaarbeeks loket wordt in Vlaanderen een symbool. Woedende protesten, betogingen, het helpt niets. Verschillende regeringen weigeren op te treden en verhinderen alleen dat andere FDF-gemeentebesturen ook het systeem invoeren. Wij hebben tot nu toe alle wettelijke middelen aangewend, namelijk het stellen van parlementaire vragen. Het houden van interpellaties. Ik zou zeggen dat wij begonnen zijn met toegelaten betogingen. Eenvoudig omdat wij hebben vastgesteld en dat wij vandaag nog moeten vaststellen dat de taalwetten, die per slotverrekening geen taalwetten zijn zoals mensen hier wensen te interpreteren, dat die sociale wetten per slotverrekening niet worden toegepast door iemand die zich graag het etiket van patriot opstelt, maar die doodgewoon de Belgische wetten niet toepast. En wij staan erop dat die wetten, zeker ook voor onze mensen, zouden toegepast worden. Pas in 1976 hakt de regering Tindemans de knoop door. Wij hebben gisteravond de beslissing getroffen dus dat de wet moet geëerbiedigd worden. En vermits men zich in Schaarbeek verzet tegen de uitvoering van de wet, zelfs tegen het optreden van de bijzondere commissaris, heeft de regering de maatregel genomen die alleen nog overbleef. In de ochtend van 2 juni valt Ganshoff van der Meers de lokettenzaal van Schaarbeek binnen en herstelt de legaliteit. De Franstalige partijen provoceren ook in uitsluitend Vlaamse gemeenten. Ze dienen zogenaamd tweetalige lijsten in bij de verkiezingen van 1970 en 1971. In sommige Vlaamse randgemeenten, zoals Vilvoorde en Strombeek, komen Franstaligen in de gemeenteraad. Ze lokken incidenten uit omdat ze weigeren hun eed in het Nederlands af te leggen, zoals de wet bepaalt. Burgemeester Soens van Strombeek reageert beslist. In alle geval, dat is kordaat. Ik neem de eed in het Frans niet af. Klaar en duidelijk. Voor het FDF komt het hoogtepunt in 1974, wanneer die partij bij de parlementsverkiezingen 40% van de Brusselse stemmen krijgt. In 1972 komt de Nederlandse Cultuurcommissie tot stand. Het NCC overkoepelt alle Nederlandstalige structuren en houdt toezicht op het onderwijs. 14 juni is me dunkt een historische dag. Niet alleen omdat het de allereerste maal is in de geschiedenis dat de Brusselse Vlamingen op eigen kracht een congres van dergelijke allure en met dergelijke inhoud hebben georganiseerd. In 1975 organiseren de Brusselse Vlamingen hun eerste congres. Daar valt voor het eerst het begrip persoonsgebonden materies. Onderwijs, de welzijns- en gezondheidszorg moeten in Brussel georganiseerd worden per taalgroep. Vlaamse zieken krijgen een eigen universitair ziekenhuis in Jette en een wachtdienst voor Vlaamse dokters. Eind jaren 70, begin jaren 80, begint het agressieve anti-Vlaamse klimaat in de agglomeratie weg te ebben. In Brussel wonen nog maar 20, hoogstens 25% Nederlandstaligen. En die minderheid is anders dan hun ouders of hun grootouders.
Ze zijn beter opgeleid, hebben een goede job bij een openbare dienst of in de privésector. Dankzij hun meertaligheid bekleden ze dikwijls belangrijke functies. Vooral de jongeren spreken Nederlands en geen dialect. De koopkracht van de Vlaamse pendelaars en Brusselse Vlamingen sloopt de oude taalmuur. De winkels en warenhuizen beseffen dat er iets verandert. Overal komen er Nederlandstalige reclameborden. Brussel is wel geen Vlaamse stad meer, maar ze wordt geleidelijk weer leefbaar voor Vlamingen. Ik zit in je binnenzak, een warme jas, je binnenstad. Die mij omarmt en verwarmt als vroeger. Toen ik verdwaald en lusteloos jouw geborgenheid verkoos. Al zijn mijn dromen nu wat droever. Mijn eerste lief, mijn eerste droom, eerste verdriet. Hier kerfde ik haar naam nog in jouw boom aan. Hier had ik vrienden, liep ik school en raakte ook nog op de dood. Hier voelde ik me vaak verloren. De Marokkaanse en Turkse migranten die Brussel binnenstromen nemen geleidelijk aan de rol van zondebok van de Vlamingen over. In 1961 zijn er nog geen 300. Vandaag zijn het er zo'n 100.000. De migranten doen het vuile en ongeschoolde werk dat vroeger door Vlamingen werd gedaan. In de nacht van 24 op 25 mei 1977 wordt het Egmondpact ondertekend. Na wekenlange onderhandelingen lijkt het erop dat de communautaire knoop is ontward, want het pact biedt ook een oplossing voor de Brusselse problemen. Het Egmondpact is maar een kort leven beschoren. Nederlandstaligen en Franstaligen twisten voortdurend over de kleine lettertjes. Minister Tindemans staat duidelijk niet voor 100% achter het partijakkoord. Wanneer zijn regering op 11 oktober 1978 ontslag neemt, is het Egmondpact van de baan. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg, ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. Tien jaar later probeert de CVP'er Jean-Luc Dehaene het opnieuw en hij bereikt een akkoord, ook voor Brussel. Tot tevredenheid van de Franstalige Brusselaars worden de 19 gemeenten definitief een derde gewest tussen Vlaanderen en Wallonië. De oude agglomeratieraad sterft een roemloze dood. De 19 gemeenten behouden hun onafhankelijkheid. Ze krijgen wel een eigen parlement en een eigen regering. In het Brussels parlement zetelen Franstalige en Nederlandstalige leden. Ze zijn afzonderlijk bevoegd voor onderwijs, cultuur, bejaarden en gezondheidszorg. Het schandaal van de FDF-Vlamingen uit 1970 is, dankzij gesplitste kieslijsten, niet meer mogelijk. Bij de verkiezingen van 18 juni 1989 behalen de Vlaamse lijsten met 11 van de 75 zetels in het Brussels parlement zo'n 15% van de stemmen. Bij de staatshervorming is echter voorzien dat de Brusselse regering voor de helft uit Vlaamse en voor de helft uit Franstalige ministers bestaat, met uitzondering van de regeringsleider.
De eerste Brusselse regering wordt enkele dagen na de verkiezingen gevormd. Ze bestaat uit Franstalige en Nederlandstalige socialisten en christendemocraten, de Volksunie en het FDF. Tot 1992 zetelt de Brusselse Raad in de Senaat. Vandaag heeft de Raad een aparte vergaderzaal in het huis van de parlementsleden vlakbij het parlement. De Brussels-Vlaamse politici zijn gematigd optimistisch over de samenwerking met de Franstaligen. Maar in september 1993 krijgt die samenwerking een deuk. Het FDF, dat in de Brusselse regering zit, gaat dan een alliantie aan met de PRL, de Brusselse Franstalige Liberalen, die behoren tot de oppositie. En dat brengt de Brusselse verhoudingen uit evenwicht. Ook de contacten met Vlaanderen lopen niet altijd van een leien dakje. Brussel heeft nu wel zijn eigen instellingen, maar Vlaanderen geeft de Brusselse Vlamingen niet de nodige centen en bevoegdheden om zelf hun boontjes te doppen. Op dit moment wonen zo'n 150.000 Nederlandstaligen in Brussel. Dat aantal slinkt, want in vele taalgemengde gezinnen gaat de verfransing nog verder, vooral in de families van arbeiders en kleine bedienden. Maar er is nog een andere reden, de stadsvlucht. Brussel is in de ogen van veel Vlamingen niet aantrekkelijk, niet leefbaar. Onze hoofdstad is aan een hoog tempo een internationale agglomeratie geworden. 25% van de inwoners hebben geen Belgische nationaliteit. De kantoormanie wordt groter, de huurprijzen stijgen, de stad is duur en terzelfde tijd gaat de verkrotting in de volksbuurten door. Vlamingen komen wel naar Brussel werken, maar blijven liever in Vlaanderen wonen. Met alle gevolgen van dien, elke morgen en avond ellenlange files. Maar de Vlamingen in Brussel hebben niet te klagen. In september 1993 opent het Luna Theater zijn deuren. Een tweede Vlaamse schouwburg voor Brussel, meer dan 100 jaar na de KVS. Brusselaars kunnen ook terecht in de Vlaamse gemeenschapscentra. Iedere Brusselse gemeente heeft er één, al is het ene beter uitgerust dan het andere. Er zijn kinderateliers, men kan eraan sport doen, vergaderingen beleggen en tentoonstellingen bezoeken. Vraag is of de Brusselse Vlamingen er ook voldoende gebruik van maken. En dan is er ook nog TV Brussel. Sinds september 1993 de Nederlandstalige tegenpool van Télé Bruxelles. De zender van en voor Brussel. Wij zijn van plan u te informeren over wat er in uw eigen streek gebeurt. Vandaag sturen veel Brusselse Vlamingen hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs. Zo wordt de verfransing een beetje afgeremd. Onder de indruk van de Vlaamse economische macht en om contact met migrantenkinderen te vermijden, brengen taalgemengde gezinnen en zelfs homogeen Franstalige families hun kinderen ook naar Nederlandstalige scholen. 1 kind op 5 in het Nederlandstalige lager onderwijs komt uit een Franstalige familie. Het toelaten van deze Franstaligen betekent groei en bloei van het Nederlandstalige onderwijs, maar het brengt ook veel problemen met zich mee, taalachterstand en pedagogische problemen in de klas. Het Brussels, het meest zuidelijke en kleurrijke van alle Nederlandstalige dialecten, is bijna helemaal verdwenen. Dat betekent jammer genoeg ook de vernietiging van de Brusselse volkscultuur en van die befaamde Brusselse zwans. Maar één ding is zeker, het Nederlands zal in Brussel altijd blijven bestaan. Ik ga van Brussel, maar dat zeg ik
ik herhaal wanneer ik met een Brusselaar spreek, hè? Die kaap van Brussel. En met een Franstalige? Ja. Als ik Brussels moet spreken, dan kan ik dat in het Frans niet zeggen. Dat is die kaap van Brussel. Dat is voor een Franstalige, dan voor een Vlaamstalige Brusselaar is dat hetzelfde, IK van Brussel. De ratten die lukten er in van Brussel te verfransen. Ne Vloming is ne vreemdeling, no huilen poepen dansen. Dat is alles wat de mag doen, vuil boeien en vuil knikken. De tamme Vloming laat hem doen, hij laat zijn stad afpikken. De Vloming is een tamme kat, een leeuwke zonder tannen. Hij pakt zijn moujaf en gaat, hij noemt ze grote mannen. De Vloming is een tamme hond, hij tijd hem niet verwijgen. Hij spreekt de ratten door de mond, de grond van zijn misère. De Vlomingen kunnen alleen me koor bekritikeren. En reuzen mogen onderin tot ze er baak reveren. Ik weet dat ik dat al eet, misschien vuil vijanden zal kragen. Mocht zijn de ratten meug gezien, ik zou wie niemand zwagen. Bij deze programma's hoort een mooi geïllustreerd boek. Dat kan besteld worden door storting van 737 frank... op rekening nummer 001-27-78-02-5-21 van de BRTN, met vermelding van de titel De Verbeulemansing van Brussel.